van Kalker. Hier op de foto stralend met haar fonkelnieuwe gitaar die ze na afloop van de opname gekocht heeft. Samen met Sanne Hans speelde Inge in het bandje Isis. Ze werden vrienden voor het leven. Muzikaal gingen ze na 8 jaar allebei hun eigen weg. Inge speelde in Zaza en timmerde hier flink mee aan de weg. Zo speelden ze onder andere in De Wereld Draait Door. Inge treedt nu met haar band op onder haar eigen naam. Ze heeft een heel nieuwe sound gevonden en nog een heel leuke tour op stapel. Begin dit jaar kwam haar single I Don't Mind uit en in september een geheel nieuwe EP. Just 'cause you never had all the joys that I made, had to keep to the path, had to stay all alone. I think you become scared of anything that doesn't fit your way. Choices that I made, had to keep to the path, had to stay all alone. I think you become scared of anything that doesn't fit your way. Superleuk dat je er bent. Vind ik ook. Laten we eens bij het begin beginnen. Volgens mij is het allemaal begonnen dat je ooit een gitaar kreeg van je zus. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat is heel lang geleden. Zij speelde gitaar en dat wilde ik ook ontzettend graag. Maar dat mocht niet of zo. Of in ieder geval mijn moeder stond niet te springen. En toen kreeg ik eentje van haar. Een Spaanse. Okay. En als je iets niet mag, dan is het extra motiverend om daar om dan toch wel te op te oefenen. Ja. Dus alle tips voor alle ouders, als je iets wil dat je het doet, verbied het. Ja. En dus je zus die speelde al gitaar? Ja. Ja. Ja, en had ook een eigen band, maakte eigen liedjes. Okay. En doet ze dat nog steeds of niet? Ja, ze heeft het een tijdje niet gedaan. Ze heeft kindjes, nu van 4 en 5. Maar nu gaat het ook weer helemaal kriebelen. Ze begint ook weer. Hebben jullie ook wel samen muziek gemaakt? Ja, als we op verjaardagen zitten en als we op elkaar op visite zijn, standaard, maar niet op het podium. Okay. Ja. Nee. En toen kregen die gitaar, dan ging je oefenen. Oefenen. Nou, viel ook wel iets mee trouwens. Oh. Maar wat ik eigenlijk meteen deed, is liedjes maken. Helemaal niet zozeer riffjes of soleren, of ik kan nog steeds geen noot lezen. Maar dat, met de akkoorden die ik dan kon, ging ik meteen liedjes maken. Dus dat heb ik meteen gedaan. Ja, dus eigenlijk als vanzelf. Je gaat er niet voor zitten om een liedje te maken, maar je hebt de gitaar in hand en er komt een liedje uit. Ja. Ja, en begin je dan meestal met een gitaarriedeltje en dat er daarna woorden bij komen? Of? Ja, dat denk ik eerder wel. Altijd een gitaar en daarna, je zit toch in de stemming en dan pak je de gitaar. Maar nu speel ik
ook veel op mijn computer. Die is met een midi-pianotje. Dus dan, dat is nu mijn nieuwe ding. Ja. 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 En dan ook eerst een melodietje en dan verder. Ja. En toen zat je in Isis. Ik heb het nog even gezocht in de kast. Deze heb ik ooit bij de multimedia shop. Ja, wil je maar eens even bekijken? Want je had hem zelf niet meer, zei je, hè? Ik had hem zelf echt niet meer. Nee. Ik heb hem nog wel. Ja, mag ik hem kopen? Is hij te kopen? Nou, dat is heel duur, hoor. Ja, dat ben ik. Ja. Heel leuk bandje. Ja, Isis. Dat wordt wel wat. Speelde je samen mee met Sanne Hans? Ja, klopt. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen? Nou, Sanne en ik die zaten bij elkaar in de klas. Zij ging van de MAVO naar HAVO 3. Ja. En ik ging van HAVO 2 naar HAVO 3. En ik was te laat. Ik kwam te laat in de klas. En toen zag ik een nieuw meisje in de klas. En die zat alleen. En dat was Sanne. Dus daar moest ik naast. Want mijn vriendinnen die zaten al naast iemand anders. Of naast elkaar. En dat was vriendschap voor het leven. Ja. Ja. En toen zaten jullie naast elkaar en jullie hadden meteen een klik. Meteen ook over muziek gehad? Of? Ja, ik weet het niet meer precies. Maar volgens mij, dat kwam heel snel te sprake. Zij was fan van Kees Joyce en ik was fan van de Cranberries. En zij kon ook een beetje 3 akkoorden spelen en ik ook. Dus toen begon mijn band. Ja. Ja. Leuk. Ja. En toen begon jullie band en zij schreef ook al liedjes? Ja. Zij schreef liedjes, ik schreef liedjes. En dat werd Isis. Ja, leuk. Jullie hebben toen destijds op het Endless Mind Festival gespeeld, dat ik organiseerde toen. Ja, klopt. De eerste editie. Ja. Ja. En toen een cellist had hij er altijd bij. Hè? Klopt, dat is ook wel te zien. Het staat ook op de cd inderdaad. Het is een leuk festival. Ja. Dat zou je nog eens moeten doen. Ja. Het zijn heel veel leuke festivals aan de Bedemsvaart. Ja. Ja, is ook zo. Ja. Wel leuk, en dan met allezelfde bands als de eerste editie. Ja. Ja, dat is een goed idee. Ja, ja. Leuk. En op een gegeven moment besloten jullie van nou, dat gaat toch niet meer samen. Toen zijn jullie allebei solo gegaan. En het was een leuke tijd, maar ook gewoon een lange tijd. Dat ken je misschien wel. Als van, nee, je hebt nooit gestopt met je band. Nee, je kent het niet. Maar de koek was al een beetje op. We hadden heel veel wel gespeeld, overal wel gestaan. Geen radiohit helaas. En op de duur onze eigen wegen te gaan. Want daar waren jullie wel hard mee bezig. Hè? Ik weet nog wel dat jullie op 3FM waren. Ja, klopt. Het was telkens zo, zeg maar. Maar het ging net niet het randje over op een of andere manier. Ja. Dus het was hartstikke oké om uit elkaar te gaan. Ja. Ja. En je hebt altijd nog een goed contact. Ja, zeker. Ja, hè? Ja. En toen ben je ook psychologie gaan studeren? Klopt. Ik ben naar Groningen gegaan. Ik heb daar psychologie gestudeerd. Heel lang over gedaan. Omdat ik ook daarnaast veel muziek heb gemaakt. En veel in de kroeg heb gewerkt. Maar ik ben nu psycholoog en dat doe ik 3 dagen in de week. Dus dat en muziek. Ja. Ja, 3 dagen in de week werk je als psycholoog. Ja. Ja. En je treedt nog veel op. Ja, klopt. Wekelijks wel. Wekelijks, ja. Ja. En je hebt net een nieuwe cd uit. En nou, die is al een tijdje uit. Dat is al een jaar van uit. Maar ik kom eind dit jaar met een tweede. En het wordt een EP en daarna weer een EP. Maar dat is het plan. Ja. Ik ga presenteren in Vera. Dus, Oké. Leuk. Ja. En weet je al wanneer dat is? 29 september. 29 september, ja. Oké. En je treedt op met band, hè? Ja. Maar je treedt wel op als Inge van Kalkar. Of heeft je band ook nog een naam? Nee, ik treed op als Inge van Kalkar. Dus ik had liever misschien een bandnaam gehad. Maar dat heb ik ook al een keer gehad. Ja, met Zaza. Ja. En toen trad ik ook weer alleen op. En toen, om verwarring te voorkomen, dacht ik, ik doe alles onder mijn eigen naam. Ja, snap ik. Ja, het is misschien niet het meest hippe, maar het werkt wel. Ja, ja. Want we hebben even een stukje overgeslagen natuurlijk, een bandje Zaza. Ja. Ja. Daar heb je ook wel mee op Bevrijdingsfestival gestaan. Ja, Serious Talent mee geweest. De wereld draait door. Ja, dat was ook. Ja, was ook met Zaza. Klopt. Ja. Ja. Ook leuke dingen mee gedaan. Ja. Ja. Wat is in je carrière het allermooiste wat je hebt meegemaakt met de muziek? Oh jee, dat vind ik heel moeilijk. Het zijn toch verschillende dingen. Ik heb het ook ontzettend leuk en naar mijn zin gehad op een solo tour in Duitsland. Ik was vrijgezel en iedereen om me heen had verkering en ging op vakantie met elkaar, weet je wel. En ik dacht, wat ga ik nou doen van het zomer? En toen kwam ik op het
kwam er een tour in beeld, die bestond al en dan kon ik er meedoen. Dat betekende 21 optredens, of 23 zelfs, in 21 dagen. Dus dat was door heel Noord-Duitsland heen en het was helemaal niet zo goed georganiseerd. Het was een heel crappy appartement en sommige optredens waren heel tof. En sommige waren echt, stelden niks voor. En ik, in een tweedehands kledingwinkel stond je in een hoekje. Maar ik, als je me dat nu vraagt, dat schiet me te binnen. Het was gewoon een verschrikkelijk leuke tijd. Veel leuke muzikanten ontmoet. En ja, heel leuk. Ja, dat was super vermoeiend. Heel intensief, ja, lijkt me. Ja. Je bent alleen maar bezig met in een busje zitten en, en 's avonds spelen. Maar wel ontzettend leuk. Wel helemaal het leven van een artiest. Rock'n'roll. Ja, rock'n'roll. Ja. Ja. En de band die je nu hebt, kun je daar nog iets over vertellen? Ja, nou, we zijn met z'n vijven. Rudy Schuitema, Thomas Zeevalking, Joost van der Beek en mijn vriend Frank, die ergens nu in de, in de gitaarwinkel rondloopt. En ja, het klikt heel goed en we zijn nu een jaar of twee samen. En dat valt uitstekend. Ik werk op een iets andere manier. Voorheen was het zo dat ik een band had en dat we in de studio of in de repetitieruimte samen liedjes gingen maken. Ja. En dat doe ik niet meer, want het werkt toch minder goed. Dan heb je, ben je een uurtje in de week bezig, of misschien drie, om een liedje te maken. Wat ik nu doe, is het thuis zelf al opnemen. Ook de meeste instrumenten met Logic, dus een opnameprogramma. Dat afmaken met een producer. En dan mijn band speelt de partij na. Dus dat is een heel andere manier van werken. Ja. Dat bevalt mij uitstekend en de band vindt het ook leuk. Ja. Ja. Dus je speelt eigenlijk alles van tevoren zelf al in? Ja, het nummer is eigenlijk al klaar. Ja. Voordat de band hem hoort. Ja. Je bent, maakt sowieso meer gebruik van computers, ja. Effecten. Ja. 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 En het voordeel hiervan is dat je nu, als ik zelf een nummer maak thuis en ik kan het zelf wel inkleuren met instrumenten, dan wordt het veel meer een mijn nummer, weet je wel? Ja. Veel meer een inner nummer. Ja. En dat is denk ik, het is voor mij werkt het heel goed om echt de richting te kiezen en dat te doen wat ik wil. En ook de bas en de drums, dat speel je dan ook zelf in? Ja. Ja, ja, weet je, allemaal, dat doet Frank veel beter. Frank speelt het vaak daarna wel echt in de studio. Maar het meeste, het gaat meer om de kleur, zeg maar, hoe ik het ongeveer wil hebben. Ja. En de band verandert dat nog wel, maar ongeveer hier wil ik een partijtje en hier niet. Ja, dat doe ik wel van tevoren zelf. Ja, dus dat is helemaal jouw product. Yes. Mooi. Ja. Ja. Super. En dus de nieuwe plaat die komt eind dit jaar uit, ja, nieuwe ik heb EP. Ja, twee singles uit. Eentje in januari en eentje is een maand geleden gereleased. En ik release nog eentje in juli en dan in september een EP. Super gaaf. Ja. Dus we moeten allemaal komen naar Groningen, zei je. Ja, graag. Ja, helemaal goed. 29 september. Top. Inge, wat zijn je verdere plannen? Nou, mijn verdere plannen is dus de EP-release, heb ik heel veel zin in. En wat heel leuk is, we mogen de sport tour doen van Gardunor. Oké. Okay. Dat zijn 15 shows door alle toffe grote zalen in Nederland. Dus dat is vanaf oktober. Dus daar heb ik heel veel zin in. En verder is net geregeld met Rudy van hier dat we in de Fellowships of Acoustics spelen 4 november. Dus leuk. En alle grote zalen in Nederland, zei je? Ja. Dat staat ook allemaal al gepland? Het staat nog niet op mijn website. Het is allemaal nog heel recent, maar tegen de tijd dat het filmpje uitkomt, kun je dat gewoon op mijn website. Op je website vinden. Ja. En jouw website is? ingevankalkar.nl. Nou, dat is heel goed te vinden. Ja. Nou, wens ik jou heel veel succes met alles en ontzettend bedankt. Ja, heel graag gedaan. Tot ziens. So good.
Let's go!